De Nursing Week is vandaag geopend in het Diaconessenhuis. Dit betekent dat er een week lang stilgestaan wordt bij de ruggengraat van de gezondheidszorg, namelijk de verpleegkundigen, verloskundigen en verzorgenden. De Nursing Week is een aanloop naar de dag van de Internationale Dag van de Verplegenden op 12 mei. De opening van de Nursing Week valt dit jaar samen met de Internationale Dag van de Verloskundigen, die als thema heeft Midwives, Mothers and Families, Partners for Life. Met dit thema wordt benadrukt dat verloskundigen begrijpen dat door samen te werken met vrouwen en hun gezinnen er betere beslissingen genomen kunnen worden om veilige geboortes te hebben. Griselda van der Leeuw, waarnemend hoofd van de verloskamer in het Diaconessenhuis, zegt dat de Nursing Week een week van activiteiten is die in verschillende ziekenhuizen wordt georganiseerd. Van der Leeuw geeft verder aan dat het verloskundig beroep een zelfstandig beroep is. Er hebben heel veel transformaties plaatsgevonden. Vroeger was het zo dat als je verpleegkundige was, dat je dan alleen verloskundige kon worden. Maar nu is het ook zo dat je geen verpleegkundige hoeft te zijn om verloskundige te worden. Dat wil zeggen, een verpleegkundige was toen automatisch ook een verloskundige was dan automatisch ook verpleegkundige. Maar die trend is nu veranderd. Nu hebben we gewoon de verloskundigen. En dan staan we stil bij onze dag. En daarom vieren we dat. Dit jaar zijn onder meer de deelnemers van het verloskundig zorgmodel Samen Zwanger uitgenodigd voor een educatieve en ontspannende dag. Van der Leeuw geeft in dat kader aan dat de verloskundigen van het Diaconessenhuis indachtig het thema Midwives, Mothers and Families, Partners for Life. En deze deelnemers hebben gevraagd hun ervaringen te delen. Omdat we bij deze groep echt Partners for Life hebben ontmoet en het is goed om dat samen met ze te vieren. Het is zo dat niet alle zwangeren ermee bekend zijn. Dit project heeft gedraaid in 3 ziekenhuizen, het Diaconessenhuis, het Sint-Vincentius ziekenhuis en het Slans Hospitaal. Het is de bedoeling dat het project is nu ten einde, maar het is dus de bedoeling dat wij doorgaan ermee. Het Diaconessenhuis die gaat door ermee en de resultaten zijn top. De moeders die zijn tevreden, ze ondervinden echt ondersteuning aan elkaar, maar ook de geboorteuitkomsten zijn tot dusver heel gunstig. Maar we hebben nog niet ons doel bereikt, want het is niet alleen maar het Diaconessenhuis. Het is dat we de geboorteuitkomsten van heel Suriname moeten gaan verbeteren. En samen zwanger, groep zwangerschapszorg is een middel om het te doen. Griselda van der Leeuw, waarnemend hoofd van de verloskamer in het Diaconessenhuis. Wij spraken met haar over de Internationale Dag van de Verloskundigen. Het Diaconessenhuis heeft tegelijkertijd de aftrap gegeven voor de start van de Nursing Week vandaag. Deze week wordt op 12 mei de Internationale Dag van de Verplegenden afgesloten.